deze toppers nog moeilijkheden zou krijgen. Kim Roxen, die trok zich daar niet veel vandaan. Die heeft de eerste man, ja, daar heeft hij geen punten gehaald. In ieder geval, hij is een machinestuk, heb ik laten gehoord. Die heeft dus de tweede man zo goed gemaakt door deze op zijn naam te schrijven. Martin Musquin, de huidige titelhouder in de MX2-klasse, gaat netjes met Roxen mee. Liet hem ook een beetje gaan op het laatste van de rit. Want voor hem was alleen maar belangrijk, finishen op die tweede plek. En ik prolongeer mijn wereldtitel. We krijgen Paulin, ik moet hier Paulin rijden. Het gaat altijd een fantastische wedstrijd, een hele sterke wedstrijd zelfs. En voor de rest moeten we naar de Nederlanders kijken natuurlijk. En dan zie ik toch van deze op, die daar maar op de 11e plaats eindigt. Dat vind ik wel heel knap. Thank you.